Dus in een lastige avond, maar toch een mooie zegen. Ja, wat je zegt, lastige avond denk ik. Zeker in de eerste helft hadden we het heel erg lastig. Ik denk Michael had ons in de wedstrijd een paar hele goede reddingen. Ik vond dat wij de eerste helft niet goed speelden. De tweede helft was het beter. We hebben beter baltempo, meer van kant naar kant gespeeld. En op een gegeven moment, zij doen dat natuurlijk heel gedisciplineerd. Verdedigen met heel veel man achter de bal. Op een gegeven moment komen er dan meer ruimtes en daar hebben we gebruik van gemaakt. En ik denk, die 1-0 die is cruciaal. Geweldige goal van Emil en daarna lopen we goed weg. Ja, nog even terug aan die eerste helft. Wat maakt het zo lastig voor jullie? Ach, kijk, Telstra die verdedigt gewoon met heel veel man achter de bal. Dus de ruimtes zijn heel klein. Maar dan moet je wel heel vast aan de bal zijn. En dat waren wij niet. En dan heb je makkelijk balverlies en dan loop je in counters. Ja, en dan geef je kansen weg. Ik denk dat dat gewoon aan onszelf ligt. We moeten gewoon beter dan aan de bal zijn en geduldig blijven. Want ja, je moet niet in counters lopen en tegendoelpunten krijgen. Want op een gegeven moment, als de wedstrijd vordert, dan komen er meer ruimtes. Omdat ze dat niet 90 minuten lang gaan volhouden. Ja, we staan in stromende regen. Nog even kort. Tweede helft lopen jullie uit naar 1-2-3-0. Dan is het uiteindelijk wel gespeeld, toch? Ja, uiteindelijk wel. Ik denk waar we mee begonnen was een lastige avond, maar 3 punten. We sluiten af, want ja, dit is niet leuk voor de camera.